precies heeft hij gezegd wat antisemitisch is? Esther Voet. Esther? Nou, mij moest het zelf ook even uitgelegd worden. Hij had het over DEFCON 3 on Jewish people. En DEFCON 3 is afgeleid van een nucleair alarm. Met andere woorden, je leest er de dreiging in dat de Joden maar moeten worden genuked. We hebben het net over kernbommetjes gehad. Nou, deze man heeft 31 miljoen volgers op Twitter. Hè? Dat is 2 keer zoveel als dat er Joden op de hele wereld zijn. Kun je het zeggen, hè? Ja, we zijn nog niet eens met 15 miljoen. We zijn nog steeds niet op het niveau van, zeg maar, voor de Holocaust. En deze man is buiten dat het, heb ik mij laten vertellen, het is mijn muziekgenre niet, een uitstekende rapper is. Heeft hij een heel groot rolmodel en voorbeeldfunctie. Ook en, vriendje van Trump, hè? Vriendje van Trump, hij is toen bij Trump binnen geweest. Ja. Maar hij is dus vanwege deze opmerking een paar dagen verwijderd van Twitter. Zit er nu weer op. En de eerste reactie die een beetje ertoe deed was van Elon Musk. Welcome back, my friend. Nou, dan begrijp je dat ik niet helemaal lekker in mijn stoel zit. Ja, want als dat soort invloedrijke... Twitter, ja, precies. Ja. Hij wil voor 44 miljard toch Twitter gaan overkopen. Ja. Als dit soort, wat wij zien, uitspraken steeds meer usance worden, vooral in tijden van crisis. In tijden van crisis moet er naar zwart schaap gekeken worden. Nou, op dit moment zijn Joden naast zwart schaap zijn ze ook nog een keertje elitair, ultiem wit. Dus het komt van alle kanten, ook gesteund door complottheorieën, komt het op ons hij af. Hij heeft heel veel impact, want hij heeft ontzettend veel volgers. Ik weet dat uit is mijn hoofd het, de 31 miljoen. Ja, ik las een goede column van Kitty Herwijer in de Telegraaf.